Goedemiddag, het is weer woensdag om 4 uur en we gaan weer beginnen. Ja, Hoe gaat het met jou, Maurice? Ik denk dat, ja, dat we beter van jou willen horen hoe het met jou gaat en vooral met je gezin. Jongen, dat we dat live hebben meegemaakt de, de vorige keer, dat was echt, uh, dat was echt bizar. En uh, nou, je hebt in ieder geval gezien dat ik overal ongeveer uh, op het nieuws ben geweest uh, en, uh, en daar verteld heb hoe ik het bij vind. Op zich. Voel ik me prima. Ik zag gewoon dat er verschillende reacties waren hoe wij er als gezin mee omgingen. Mijn dochter was heel erg bang. Mijn zoon die was compleet relaxed cool. En ik was gewoon razend. Maar goed, in ieder geval, wij zijn oké. Okay. We hebben nu een hele grote hond. We hebben echt een hond van ja, 60 centimeter hoog. En 45 kilo. Die echt gewoon... Ja, je wil niet meer bij ons binnenkomen. We hopen wel dat we het een beetje aardig houden voor onze gasten. De cijfers zijn geüpdate tot vandaag. We, we volgen ook... Uh... Engeland, Denemarken en Zuid-Afrika. Ook op onze site hebben we in de uitkijktoren. elke dag s'avonds een update daarvan, van Omicron. Even, dit waren de Nederlandse cijfers. Je ziet uh, het aantal nieuwe meldingen. Ja, dat is gedaald van 116.000 naar 94.000. Maar het aantal ziekenhuisopnames. dat is 33% gedaald. Hè? Oh, okay. En de uh, IC is ook heel fors gedaald. Dan gaan we even naar de volgende en dat is die verdeling naar de percentages. Hè? De positieve testen bovenin 23,9% van alle. Maar dat verdelen ze onderin ter bevestiging van een uh, positieve zelftest. Nou ja, dan is bijna de helft een positieve zelftest geweest. Ik taxeer dat wij nu in een fase zaten waarvan we ongeveer de echte cijfers zo'n factor 2,5-3 keer zo hoog zijn. Wat was het ook alweer? De, GGD, de mensen die een positieve GGD getest uh, hadden gehad, dat was, hoeveel is dat op ogenblik? 2,5 miljoen of zo? Of 3 miljoen? Rond de 3 miljoen, dacht ik. En dan zouden we dat getal ook weer met 2 of 3 moeten vermenigvuldigen? 3? 7, dus dat betekent 7. dat er al 9 miljoen mensen zijn die corona hebben doorgemaakt? Ja, dat zou mij absoluut niet verbazen als we minstens op dat cijfer zitten. Nu gaan we naar de cijfers van vandaag. Ja, we zitten in een dalende trend. Maar het zou best over een paar dagen of over een week naar een gelijk blijven en een stijging kunnen komen. Um, yeah. Interessant is het naar leeftijdsklassen te kijken. En dat is de uitsplitsing van de RVM-meldingen. En daar zie je: hè, het hoogtepunt was uh, eind november. Nou, dan zie je even stabiel en dan naar beneden. En dan zie je bij de groep tussen 20 en 29 en 50 en 59 een soort stabilisatie ontstaan. Vooral 20 tot 29 uh, aan het eind. Hè. Dat is die oranje lijn. Nou, als je dan kijkt, dat is heel belangrijk, de ziekenhuisopnames. Nou, dan zie je een voortzetting van de patronen die wij al uh, steeds melden. Het hoogtepunt was rond uh, eind november. En sindsdien zien we hele snelle daling bij de oudste twee groepen. Dat waren ook de groepen die het snelst waren gestegen en waarvan we steeds zeiden. Ja, dat laat gewoon zien dat ook de uh, bescherming van het vaccin. Tegen ziekenhuisopname sterk afneemt. Ik hoor de mensen van CBS. Ja, we hebben nu een oversterfte van, wat is het, 1100. En dat zijn allemaal COVID-overlijdensgevallen. De vraag die je dan wel moet zeggen, als het allemaal. ...covid-overlijdensgevallen zijn. En we hebben bij de eerdere golven ook... ...vorig jaar ook dit soort aantallen gehad. Hoe kan je dat rijmen met het feit... ...dat je dankzij vaccinatie minder ziek... ...veel minder ziek wordt. Minder ziekenhuisopnames. Met door vaccinatie minder ziekenhuisopnames... ...minder IC-opnames. Maar wel dezelfde aantallen sterfgevallen. Dus daar zit een discrepantie in. Ik gooi er even maar meteen een vraag in. Uh, iedereen heeft over die oversterft in Nederland... Hè? ...dat die hoog is op dit ogenblik. Zelfs de Tweede Kamer... Heb jij daar iets over gepubliceerd in, uh, op je website? Ja. Dus we hebben er een paar keer over geschreven. En omzicht heeft daar een, een, een motie over ingediend. En heeft als antwoord gekregen dat pas in april, mei... ze dat kunnen doen omdat dan het CBS pas de cijfers heeft. Dat is echt onzin. Ze weten al veel meer. Het punt is, als je naar een aantal andere landen kijkt... is het gewoon niet zo dat in ieder land waar gevaccineerd is... ook dezelfde oversterftecijfers zijn. Het is een complex van factoren. Als jij bij wijze van spreken oud bent en nu al 21 of 22 maanden in de stress bent over de gevaar wat op je afkomt. Je sociale contacten minimaliseert. Dat kan ook al iets zijn waardoor je een half jaar eerder dood gaat of een jaar eerder dood gaat. Dus als je naar al die aspecten gaat is het compleet simplistisch om te zeggen dat zijn allemaal COVID mensen, COVID sterfte. Maar het is net zo goed simplistisch om te gaan zeggen: het is allemaal dankzij het vaccineren. Het is een complexe hoeveelheid factoren. Je, je moet daar urgent op induiken en over, boven tafel krijgen welke componenten het zijn. Het kan ook zijn dat het een medegevolg was van de lockdown die we toen hebben gehad. Ik heb van artsen gehoord dat door die angst bij ouderen, men ook minder gauw naar de huisarts gaat. Dus dat ook bepaalde problemen later pas herkend worden. Dus al die componenten, denk ik, spelen een rol. Mm -hmm. Maar de mate waarin, die is gewoon. Ja, je zou als overheid, als verantwoordelijke, ontzettend nieuwsgierig moeten zijn om de cijfers te krijgen. En dan ja. ook niet van tevoren bepaalde dingen niet willen horen, omdat het niet bij je beleid past. Ongelooflijk dat jij dan als Tweede Kamerlid te horen krijgt, ja sorry, die oversterft het nu, daar kunnen we niks mee doen. Er is een soort onwil om die informatie boven tafel te krijgen. En ja, dat en dan merk dan komen je we eigenlijk in. En, he en dan komen we weer terug bij uh, het instituut wat de cijfers maakt en het instituut wat beleid maakt. Die als die twee in elkaar geschoven zijn, dan krijg je gewoon. Perverse belangen eigenlijk. Dan, dan wil je alleen ja. maar cijfers publiceren die passen bij je beleid. Ik ga okay. verder. Het percentage van testen voor toegang die positief is, hij was op een gegeven moment twee weken geleden 1,7-1,8 procent. Hij is nu gedaald naar 1,1 procent. He, ja. dat, da, da, daarmee zou je een beetje de indicatie, het klopt ook niet helemaal, want, maar percentages van rond de 1,5 procent van de bevolking. Uh, op enige dag uh, posit uh, uh, geïnfecteerd. Dat, dat lijkt me wel reëel. We hebben een prachtige daling. Het, uh, hier, hier zie je Nederland. Het gaat naar beneden. Maar ik heb wel het idee dat het een beetje af, uh, afzwakt. Maar als je dan bijvoorbeeld kijkt naar België, die knalt echt nog veel sterker naar beneden. Duitsland gaat, ook, uh, Duitsland gaat ook net zo langzaam naar beneden. Austria vind ik wel mooi om even te zien. Die, heeft, die is keihard ook gedaald. Overal wordt, uh, wordt gedaald. Behalve dan United Kingdom. He, daar gaat het omheen. Maar dat, dat kunnen we nog zeggen dat ze uh, om niet kom. Waarom gaat het omlaag? Is dat weer? Is dat maatregelen? Is dat, uh, iets, is dat de angst in de samenleving? Hoe schat je dat in? Ja, in? België is qua maatregelen minder dan Nederland. En wat zie je? En eigenlijk is dat elke keer zo. Als het, als het snel oploopt door een combinatie van factoren, gaat het daarna ook weer snel naar beneden. Ik denk dat het een combinatie van twee factoren is. Als het snel oploopt, uh, komt er ook een soort angst in de samenleving, even los van welke maatregelen overheden doen. Mensen ja, ja. zelf worden angstiger, mede door de manier waarop de media ermee omgaan... en worden dus ook, laat ik zeggen, voorzichtiger in hun doen en laten. En tegelijkertijd is het aantal mensen wat dat virus nog te pakken kan nemen... neemt af naarmate meer mensen besmet zijn geraakt. Ja. En ook landen waar rond Oostenrijk, als je Bulgarije zou kijken... Bulgarije, weliswaar niet zo scherp als Oostenrijk, maar ook daar zie je de daling ko uh, komen. Dat daar weinig gevaccineerd is. Zie je? Ja. Iemand ja. maakte de grap dat de, de lockdown in Oostenrijk zo succesvol was dat de omringende landen er ook van hebben geprofiteerd. <laughs> er zit heel erg sterk bij die stijging dat klimaatelement. Portugal was 98% gevaccineerd van de boven de 12%. En werd als de posterchild gezegd: kijk eens hoe laag de cijfers zijn. Nou, Portugal, Spanje, die zijn weer aan het stijgen. De temperatuur is later gaan dalen dan hier. Maar dat zit tegelijkertijd ook. Er zit een bovengrens aan. Een bovengrens elke keer weer. En dat noemt Levitt dat is een uh, Nobelprijswinnaar uh, uh, is de gompertz curve. Ja, de en, el en elke keer de, laat hij de grondparts En hij had Nederland al twee weken voordat we gingen dalen gezegd wat het dalingspunt was. Dit is, uh, dit is een grafiek van het percentage besmette, besmette mensen, hier, uh, gevaccineerde mensen. Ja, dus 90% uh, zeg maar, gevaccineerde mensen, 80, 70, 60 langs deze, langs deze as. En hier het aantal cases. Maar eigenlijk lijkt het er gewoon een beetje, hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe meer cases er in het land zijn. Dat is toch echt gewoon. Hoe kun je dit nou verzinnen? Daar ja, moet, aan... moet ik even een aantekening bij maken. Ja, de, de, deze schema's, wat je nu ziet, is waar. Wat er mede natuurlijk in zit, is dat we vastgesteld hebben dat vaccinatie, zeker wat besmettingen werkt, eigenlijk na drie, vier maanden al behoorlijk waren uitgewerkt. Dan zit er ook, heb ik ook analyses gezien dat bijvoorbeeld in een gemiddeld oudere bevolking ook meer is gevaccineerd. Dus ze noemen dat co-founding factors. Er zitten zoveel extra factoren tussen, dat je niet één op één deze analyse kan nemen. Maar het is wel waar dat het gewoon niet zo is dat vaccineren de oplossing is. Het is voor een bepaalde groep een, be een bepaalde bescherming voor een bepaalde tijd. Al deze, naar 70 afleveringen, nog steeds al die cijfers en nog steeds is het gewoon complex. Alles is complex. Het hangt van het weer af, het hangt van de angst af, het hangt van de maatregelen af. Het hangt van zoveel dingen af. Dit is, dit, is, dit is niet makkelijk. Het wordt complex gemaakt, want het, we gaan naar macrocijfers kijken. Terwijl je gewoon moet kijken vanuit de besmettingen en het, en het beschermen van kwetsbaren. Van hoe kunnen die mensen besmet raken. En dan is, zijn die rest van die cijfers eigenlijk irrelevant. Hoe relevant is het dat uh, x mensen tussen 20 en 29 jaar besmet worden? Ik bedoel, deden we dat met griep? Doen we dat met verkoudheid? Alleen we maken dat als een, een belangrijk aspect. Terwijl de cruciale punt is, hoe kan je mensen die behoorlijke risico's lopen om wellicht in een ziekenhuis te komen te beschermen. Eigenlijk zou je alleen daarover cijfers horen te krijgen. En, en te kijken, wat gaan we met die mensen doen om ze, om ze zo sterk mogelijk te beschermen. We zijn in een soort number game gekomen. Terwijl dat niet de relevantie is. Het is de bescherming. ...van, van mensen die kwetsbaar, kwetsbaar zijn. Ja. En dat zou helemaal niet zo moeilijk hoeven te zijn. Oké, okay, omikron. Door. Dit is Gauteng. Dat volgen we heel aandachtig. Die grijze lijn is de ontwikkeling in Gauteng van het aantal positieve tests. En Gauteng is de provincie geweest met Pretoria waar het het eerst is gekomen, hè? de omikron. Rond 20 november is het daar gaan stijgen. En je ziet twee, drie weken lang, twee weken lang... Zie je inderdaad een exponentiële groei. Tot ergens bij 8000 en dan gaat het afbuigen. En ergens uh, anderhalve week geleden is het weer aan het, aan het dalen. En het is nu uh, nog maar 40% van het hoogtepunt. Dus wat we kunnen vaststellen is, daar waar Omicron toesloeg, en waar ja. Omicron in een vrij korte tijd vrijwel 100% van alle positieve getallen is. Is hij niet groot verder in de bevolking aan het, aan het doorbesmetten. Uh, dus er zijn redenen waarom bij de bevolking in Zuid-Afrika het besmetten niet in het tempo is doorgegaan waarin Van Dissel het extrapoleert en ieder ander het extrapoleert. Want de cijfers die Van Dissel heeft gepresenteerd, van als we niet ingrijpen met een lockdown, dan krijgen we 4300 uh, mensen op de IC's begin februari. Dat heb ik doorberekend. Dat zou dan moeten betekenen dat er per dag 400.000 tot 500.000 mensen besmet raken. Nou, dan ben je, ga, ben je gauw door Nederland heen. En dat is, mind you, dat is dezelfde fout die er gemaakt is. Vorig jaar in januari, toen we de avondklok kregen. Waarin er een prognose was die Kuipers presenteerde: 170.000 positieven zouden we eind. Februari kregen. Dat was de reden waarom de avondklok kwam. Want, de, want toen kwam de nieuwe variant. De Engelse, dat was de Alpha. Nou, dit is dus de prognose die Van Dissel heeft gegeven. En die rode lijn is de rode lijn van het OMT en van Van Dissel in het model. Als er niet meer gedaan wordt dan de avondlockdown, dan is dit zoals het gaat. En dat betekent en... dat het hier dus 4300 uh, ic bellen zou zijn. Kan, zou ja, dat is de onderkant, minimaal, is 3000. maximaal 3000 zijn. En ja, en maximaal 6000. Als je dit nog presenteert krijgt in het Katshuis op zondag, dan kun je toch als politicus kun je toch geen kant meer op, Maurice? Ja, behalve als je weet dat het nou al een jaar is dat hij dit flikt. Dat, dat weet nee, maar luister, Vincent. Behalve dat, behalve dat. Maar als jij gewoon als politicus... Je hebt op een gegeven moment het hoofd van de RIVM, van de afdeling die overgaat. Die komt bij jou presenteren en die komt met zo'n doomscenario. Of je moet zeggen, hé, hey, wegwezen. Ik vertrouw je niet meer. Maar anders kun je toch niet het risico nemen... om op een gegeven moment dan niet met keiharde maatregelen aan te nemen. Dan, dan, zou, dan moet er een vertrouwensbreuk zijn tussen Jaap van Dissel en de politiek. Ja, maar die had er al lang moeten zijn. Maar goed. Nou, nou, deze dit, was, dit, dit, is, dit was ook dit echt, is dus... dit, dit was een mooie. Deze, hadden we, deze zouden we eigenlijk van het RIVM moeten hebben... Van alle voorspellingen ja, in de even. werkelijkheid. Ja, maar besef even. Deze voorspellingen. Dit van zagen, dat is de Engelse. Dat is de basis van de Nederlandse voorspellingen. Ja, 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 dat klopt. Van ja, Dissel heeft die gewoon die hun voorspelling genomen. en gezegd. En dat pas ik even op Nederland toe. Hè, die, die, die doorberekening had geen enkele realiteit check. En het is echt ja, klinkklare onzin. Wat ik gezegd heb is. als we naar andere dingen niet kijken. hoe ziek maakt Omicron. Maar gewoon ja. doen alsof hij hetzelfde is als Delta. Dan zou je 80.000 positieve testen per dag moeten hebben. Om op dat cijfer uit te komen. Ja. Wat. Uh nou, en als je gewoon wereldwijd kijkt en kijkt naar de ontwikkelingen, ook in Nederland, is een cijfer van 80.000 no way dat dat gehaald wordt, omdat we ook al een x-percentage hebben die al geïnfecteerd is geweest. Er zijn nog allerlei andere factoren wat niet meegenomen wordt en wat je al een tijd nu weet, ziet aankomen. En dat heeft Zuid-Afrika vanaf dag 1 geroepen: jongens, het is veel minder ziekmakend. Dit is de bezetting van vorig jaar Delta bij Omicron op de IC's. Dat was daar rond het niveau van 1300-1400. Dat is nu op 220. Wacht even, Terwijl, wat, aantal... wat, 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 wat zien we zie nu? Twee verschillende tijdslijnen in één grafiek? Want, uh... Ja, twee verschillende tijdslijnen. Oké, okay, dit was gewoon zes maanden eerder of een aantal maanden eerder? Ja, die zes bruine, maanden eerder. Die bruine lijn, ja. En besef wel, het aantal positief getesten was nu hoger dan voor een half jaar geleden. Sure. Hier zie je hoe minder ziekmakend het is. En het belangrijkste verschijnsel is dat er minder symptomen zijn bij Omicron, of asymptomatisch. En wat je merkt, dat meldde ook Zuid-Afrika, dat het grootste gedeelte van de ziekenhuisopnames niet mensen waren die klachten hadden die met COVID samenhingen. Maar die kwamen in het ziekenhuis en die werden met Omicron ge positief getest, zonder dat ze beseften dat zij dat die besmetting hadden. En trouwens, uit Londen krijg je dezelfde verhalen: dat het overgrote deel van de ziekenhuisopnames niet door ja. COVID zijn, maar met COVID. Maar met COVID ja. Vervolgens misbruiken ze dat. Door dat als het gevaar van omikron te definiëren. Uh, dit zijn de cijfers die uit, net uit een wetenschappelijk rapport vanuit uh, Zuid-Afrika. Waarin ze over een aantal waves het aantal positieve cases. Dit zijn hele geruststellende cijfers. Vooral omdat het aantal cases eigenlijk helemaal niet zoveel toeneemt. Hè? Dat, 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 dat valt reuze mee. Ja, maar als je kijkt naar cases, dat zijn er 366.000 al geweest. Um, in werkelijkheid, dat zeggen ze, dan zijn er veel meer mensen besmet zonder dat ze het weten. En dat betekent dat het aantal mensen wat nog besmet kan worden sterk aan het afnemen is. Wil ik de volgende laten zien: Londen. De rode lijn is het aantal positieve testen. Ja, sky high. Hè? Veel hoger dan de grote golf die er uh, rond januari was. Dit is percentage ten opzichte van het hoogtepunt begin januari. De gele lijn is het uh, ziekenhuis. Wat ze gedaan hebben, is die gele lijn ook tegelijk met de piek. Ook gelijk gezet. Hè? Ze hebben het kunstmatig. Ja. Ja, ja. Zodat je kan zien. Nou, waarbij je dus ziet dat de verhouding tussen de rode lijn en de gele lijn. En de gele lijn, daar zit een verschil van vijf dagen in. Hè? Ja, en als je naar de blauwe kijkt. Maar die hobbelt er nog wat achterna. Omdat het 14 dagen is, die kan best nog iets stijgen. Daar zie je helemaal niks gebeuren. En dat is wat het patroon is wat we overal zien. Namelijk. Ja, godzijdank dat deze veel minder erg is, Omicron. En daar mogen we alleen maar blij om zijn. Als het inderdaad heel besmettelijk is, maar veel minder virulent. Zou dat wel eens de eindfase kunnen zijn van COVID? Ja. Alleen, dat moet je wel onderkennen en daar komen we direct op, want we zijn een beleid aan het voeren wat niet van dit scenario uitgaat. Nee, en dat is nee, het... nee, maar je zag ook in de persconferentie: ze zeiden allerlei verschillende um, cijfers komen op ons af en we weten het nog niet zeker, maar we, we, we nemen nu maar gewoon maatregelen. Want als, het, als we dat niet doen en het is toch gewoon een probleem, dan zijn we te laat. Het zekere wat ze nemen is de schade van de lockdown. Het onzekere wat er was, was, wat gaat er precies gebeuren met Omicron? En het punt was, juist omdat de cijfers momenteel dalen, had je tijd om als er een echte omslag kwam waarbij het inderdaad sky high gaat. Ja, dan ben je een fractie te laat, maar dan heb je niet alle schade aangericht die je met een lockdown hebt aangericht. Maar nu gaan we ja. verder. Dit is uh, uh, Nederland. Het percentage Omikron. Amsterdam-UMC meldde al vorige week dat ze op 25% zaten. Nu op 50%, dat was een paar dagen geleden. Dat betekent dat in Amsterdam bijna alle gevallen nu Omicron zullen zijn. En de rest van Nederland hobbelt erachter naar. Rechtsboven is Amsterdam. Um, nee, dus echt, nee. Er, is bijna gewoon, er is bijna niks. Als je ja, al vergelijkt met Amersfoort of je vergelijkt met Eindhoven, dan vind ik daar bijna geen Ja, situatie. Maar je ziet daar wel een kleine kentering. Het zou mij niet verbazen als de curve die je nu in Amsterdam ziet, laat ik zeggen over één week, anderhalve week, de curve zal zijn die we in heel Nederland zien. Dit is de presentatie van, van Dissel gisteren in de Tweede Kamer. Wat we hier proberen te doen is dat de eerste indicaties zijn dat uh, het vaccin minder goed beschermt tegen Omicron dan bij Delta. En ook dat mensen die reeds geïnfecteerd zijn minder goed beschermd worden. Dus ze hebben op een indirecte manier Omicron bepaald. En als je oh ja. bij die groene buizen kijkt, zie je daaronder bij die, die grijze, dat zou dan Omicron zijn. Ja? Van de positief geteste personen met de Omicron-variant was 85% volledig gevaccineerd, terwijl dat bij Delta 62% was. En hiermee zei hij, omdat 85% nu gevaccineerd is, betekent dat mensen met het vaccin geen bescherming hebben tegen Omicron. Want minder, dat was wat. Minder bescherming. Nee, geen. Want als 85% gevaccineerd is en oh. 85% van Omicron, ja. Ja, dan ja. is het geen bescherming. Ja. Ik en anderen zijn voortdurend aan het zeggen: waarom zien we geen, geen cijfermatige analyse in welke mate eerdere infectie jou beschermt? In geen enkel rapport van het RVM over ziekenhuisopnames of de positieve testen staat eerder geïnfecteerd. En voor het eerst, voor de allereerste keer, komen we nu eerder geïnfecteerd. Nou, en dan komt hier te staan 2,8% ten opzichte van 1,3%. Bedenk hoeveel procent van de Nederlanders heeft een eerdere infectie doorgemaakt. Jij zei net 60% Um, die hebben ze niet voorhanden. Dus ze hebben alleen de mensen die de positieve PCR-test hadden. Want er ja, dat, staat... zijn de drie, dat zijn er 3 miljoen, geloof ik. Ja, langer dan 90 dagen geleden. Laten we zeggen 2,5 miljoen. Dat is 13 procent. Nou, dan staat hier dat met de Delta-variant, die 1,3 procent, mensen een 10 keer zo hoge bescherming hebben. Doordat ze eerder zijn geïnfecteerd geweest. En bij Omicron is dat een 5 keer zo hoge bescherming, die 2,8 procent. Als dat waar is, langer dan 90 dagen geleden, daar zitten dus ook mensen in die vorig jaar oktober positief zijn getest. En die hebben dus deze kans van 2,8% met de Omicron variant. Maar voor het eerst dat hij de infectie laat zien. En daar dendert dus uit dat eerder geïnfecteerd een betere bescherming geeft dan vaccinatie. Dat weten wij al lang, maar dat is voor de eerste keer dat, uh, dat Jaap van Dissel dat eigenlijk. Uh... Nee, maar, maar, maar dat heeft hij dus niet op deze manier gepresenteerd. Hij gebruikt het om, te, om eigenlijk te zeggen: Denk erom, als jij eerder besmet bent geweest, kan Omicron je ook nog pakken. Dan gaan we terug naar deze. If you have had COVID, you're likely protected for life. Dat is met veel virusinfecties een aanname. Bij griep is het een fractie anders, omdat de stam door de jaren heen kan veranderen, maar zelfs dan lijkt het erop dat het een veel sterker bescherming is. Alles wijst erop dat het doormaken van de infectie de beste bescherming is tegen nog een keer geïnfecteerd raken. Boosterprikken geven van mensen die al twee keer zijn gevaccineerd betekent eigenlijk dat je de, het moment aan het uitstellen bent waarop iemand de infectie krijgt. En wat nu mijn stelling is. Als we het scenario accepteren van jongens, Omicron besmettelijker, maar maakt beduidend minder ziek. Dan zou je in je aanpak moeten zeggen, boven de 60 prima. Maar onder de 60 ben je eigenlijk mensen alleen maar op termijn aan het uitstellen waarop zij uh, besmet raken. En dat is een beleid wat totaal averechts werkt. Israël gaat nu de vierde vaccin erin spuiten. Wachtend nog even, hè. op een gegeven moment, krijg je dan wat Pfizer zegt of die andere. We zijn nu eentje aan het aanpassen voor Omicron. Er is een reële kans dat, als die er is, dan zitten we alweer in een andere fase. En worden die mensen voor de vijfde keer en voor de zesde keer en voor de achtste keer geboosterd. Dat... Maar wat we nu zien is: het is geen ebola, het is niet de pest. Het is iets waar oudere mensen vooral behoorlijk ziek van kunnen worden. En waar je jezelf redelijk goed mee kan beschermen. Door te zorgen dat je niet op plekken komt waar je te lang het virus inademt. Door goed vitamine D3, waar net nieuw onderzoek uit is. Nou, als je inmiddels gevaccineerd bent als ouderen, dat zal ook een, een, een iets helpen tegen ziek worden. En dat is een combinatie die voldoende zou moeten zijn. Om, om, om het langzamerhand, langzamerhand te verspreiden onder de bevolking, behalve degene die het meest uh, kwetsbaar zijn. Dus dan, dan zouden we er eigenlijk voor all practical purposes zouden we er dan vanaf zijn. Ja, de grote vraag is alleen, en dat is het erge nu, doordat ze nu kolossaal gaan boosteren, krijg je de situatie dat er een deel van de bevolking is die anders besmet was geraakt en daardoor natuurlijk beschermd. Dat niet doormaakt en nog steeds, zodra weer die vaccinatie qua werking afneemt, weer open staat om besmet te raken. En dan krijgen we de besmettingscijfers waar iedereen weer in paniek raakt, waarbij we vervolgens weer maatregelen nemen. Uh, ja, maar okay, dat, okay. Dat, 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 dat. mijn vraag aan jou was, hey, deze cijfers worden nu echt heel erg duidelijk. Hè? Dus echt, we, we hebben dat twee weken geleden gezien in Zuid-Afrika. Hoe lang gaat dat duren voordat, men, voordat iedereen concludeert, hey, die omikron is geen gevaar voor de volksgezondheid? Nee, wa, wa, wat, wat er dreigt, dat als nu de cijfers niet zo erg worden als verwacht, dan schrijven ze het gewoon toe aan de maatregelen en aan het boosteren. Ja. Uh, maar dat is, okay. dat is ja, steeds ja, ja. gebeurd. Het enige wat je zou hopen dat er gebeurt, een aantal landen zijn, zijn minder uh, streng nu geworden. En hè, uh, daar zullen de ontwikkelingen ook de goede kant op gaan. Maar je merkt dat men er niks aan doet om van het buitenland te leren. Want als uh, 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 Van Dissel daarover wordt gevraagd, geeft hij echt genante antwoorden? Hé, hey, laten we even wat vragen gaan uh, doen, want ik word gedeprimeerd van dit, uh, van dit, uh, dit gebeuren. Als je kijkt, een update voor het uh, vaccin. eerste vraag van alle boosterprikken tot nu toe zijn gewoon de standaardprikken. En, uh, en op het moment dat er een update komt, dan moet dat ook weer goedgekeurd worden, neem ik aan. Nou, ik had een gesprek met professor Theo Schetters. Hè? Die, was, die heeft ook meegedaan met ja. tegenwind. En toen heeft hij mij verteld, kijk, hij was jarenlang, of jarenlang bezig met vaccins voor dieren. Nou, hij zegt: Ik heb de rapporten gezien toen van uh, Pfizer Moderna en het goedkeuringsproces. En ik ben van mijn stoel gevallen hoe met welk gemak dat hele proces is gegaan. Die vragen amper gesteld. Als je de ja. rapporten keek, staat er, er ontzettend veel vraagtekens in. Waarvan hij echt niet zegt: Nou, het is 100% zeker dat dat en dat misloopt. Maar hij zei: Als ik zoiets had ingediend voor dieren, dan hadden we zeker nog. X jaar proeven moeten nemen om te bewijzen dat er geen nadelige gevolgen waren. En dat is wat hem zo zorgen baart: dat we de potentiële risico's daarin niet goed zijn afgedekt. En nou, wat weten we? Als zij komen met een update op de vaccins voor Omicron, dan zullen ze ongetwijfeld nog een procedure door moeten. Na nou die uh, in twee weken daarna is het goedgekeurd. Dat gaat er gewoon ja, ja. gebeuren. En de tweede vraag die hij zei is: de eerste en tweede, derde boosterprik zijn dezelfde vaccins van maart 2020? Ja. En die zijn voorwaardelijk goedgekeurd. Is die voorwaardelijke goedkeuring inmiddels omgezet tot een definitieve goedkeuring? Je... Nee, volgens mij niet. Wat wel interessant is, dat als ze een update hebben voor Omicron, is de vraag of dan nog Omicron op dat moment nog wel wordt ervaren als iets waar je een specifieke booster voor moet hebben. Maar dat is tegelijkertijd te beantwoorden. Er zijn ontzettend veel belangen om dan toch te zeggen dat die als vierde prik moet gegeven worden. Heb jij nog ontwikkelingen gehoord over, uh, over de verplichting? Wat, uh, dat is nu uitgesteld, zeg maar. Wat denk jij politiek daarvan? Hoe groot is de kans dat wij het hier een verplichting krijgen voor vaccinatie? Nee, wat de lijn is die de jongen wil inzetten, is dat zodra we weer gaan afbouwen, dan wordt er 2G ingevoerd. En dus daarmee ook de booster uh, de invoeren. En op verschillende landen, bijvoorbeeld in Duitsland, is er nogal een hardliner, nieuwe uh, minister geworden. Die wil helemaal op die vaccinatieplicht uh, gaan. Oostenrijk, hebben ze die al voor uh, half januari? Yeah. Als niet we in naar een situatie komen dat Omicron zo evident niet zo uh, schadelijk is als ze steeds roepen, dan zou de vaccinatieplicht en de 2G wellicht niet komen. Maar ik maak me erg zorgen dat dat nog niet door gaat dringen, zelfs als de cijfers gunstig zijn, en dat ze wel voor 2G een vaccinatieplicht gaan. De enige hoop is de volgende. Ook maar die hoop kans achter niet groot. Maar oké, okay, de jongen gaat weg, er komt iemand anders. Ik denk dat bijna iedereen die daar komt, in hoofdlijnen hetzelfde soort beleid wil voeren of voert. Maar er zit één een, een interessant component aan. De component is eraan. In het regeerakkoord staat iets als: er zou een chief medical officer moeten kunnen komen of moeten komen. Het zou kunnen zijn. Dat wie dan ook um, de minister wordt van VWS, dat die eigenlijk van het OMT en van Dissel af willen. En hoe kunnen ze het beste van Van Dissel en het OMT afkomen? Door een Chief Medical Officer zo snel mogelijk aan te stellen. En het zou best kunnen zijn, maar misschien ben ik te optimistisch. Dat ook bij, laat ik zeggen, de mensen die wel in het kabinet blijven. De Rutte, de Hoekstra en de anderen, die zo. Aan een leiband gehouden zijn door Van Dissel en het OMT. en die misschien ook wel denken: ja, ik moest nu wel de, de lockdown doen. maar zeker als die cijfers zich niet zo dramatisch ontwikkelen. dan zijn we voor de zoveelste keer door het OMT uh, het moeras ingeleid. Dat dat wellicht de, de, het punt is. waarop ze een chief medical officer doen. die veel gematigder is. als je dan ook tegelijkertijd geen minister hebt die zo uh, geobsedeerd is. Met vaccineren. Vaccineren? Maar van, komt, dat met nou van, komt dat nou van Jaap van Dissel of van de jongen? Eigenlijk is Jaap van Dissel toch wat dat betreft degene die hem voedt. Nee, nee, nee. Bij vaccineren is een, een haast religieuze component bij de jongen. Dat heb je vanaf dag één. En dat merk je ook hoe hij daarmee omgaat. Gebruik van de Onivit neusspray tegen COVID. Of dit uitgebreid onderzocht. En Maurice weet dit ook. Eén keer per dag. Goedgekeurd Israël, Canada en de EU. 99% bescherming tegen COVID. Maurice, weet jij dit ook? Ja, want ik heb het zelfs. Het was in Israël is daar groot onderzoek geweest... en ja. bleek dat die neuspray te zijn. Alleen wat ik gedaan heb... ik heb hem alleen gebruikt op de plekken... waarvan ik dacht waar, waar ik risico liep. Hmm. Want de, 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 die neusspray... die 45 euro kost per flesje. So. Um, de, daar staat... je moet het s'morgens doen en s'avonds doen. Ik heb het gewoon gebruikt als ik ergens naar binnen ging... waarvan ik dacht waar het niet zo veilig was... En desondanks ben ik dus wel een keer besmet geraakt. Alleen mijn viral load moet heel klein zijn geweest, gelukkig. Jullie allemaal bedankt. We okay. zien elkaar volgende week. Tot volgende week, week we gaan we gewoon. Prettige Kerstdagen. Prettige Kerstdagen. Doei. Bye.